Woensdag 22 november waren de landelijke verkiezingen. En de uitslag haalde internationale media vanwege de enorme winst van Geert Wilders. Nederland heeft gesproken, maar wat zegt dat dan precies? En wat zegt dat over Delft? Want we gaan met een aantal politici in gesprek over de betekenis van die verkiezingsuitslag voor Delft. En we gaan ook kijken naar wat de uitslag in Delft was. En dat doen we dus in gesprek, ook met de mensen in de zaal. Om de maand, op de laatste vrijdag van de maand, om 4 uur, live vanuit Open, de staat van Delft. Het Delftstadgesprek met interessante gasten over actuele maatschappelijke onderwerpen die spelen in de stad. Onthullend, spraakmakend en vermakelijk. Dit is de staat van Delft. Welkom allemaal. Woensdag 22 november waren dus de landelijke verkiezingen. Met een verrassende uitslag die nationale en internationale media haalden. Omdat Geert Wilders echt de grote winnaar is van deze verkiezingen. Nederland heeft gesproken en wij gaan de verkiezingen duiden. Want wat zegt dat nou eigenlijk? En vooral, wat zegt dat over de Delftse uitslag? Hoe ze hier in Delft gestemd? En wat zou het eventueel gaan betekenen als er een rechtskabinet komt voor de Delftse situatie? Dat bespreken we met 4 politici. U zit hier bij mij, 3 zitten. De vierde is Bart Smals. Die is onderweg. Daar gaan we tenminste van uit. Natuurlijk bekend als oud-fractievoorzitter van de VVD in Delft. En als uittredend Kamerlid van de VVD. Je kan je voorstellen dat die op dit moment nog druk in gesprek is met zijn kompanen uit de Kamer. Maar we hebben hier in ieder geval Rinske Wessels, fractievoorzitter van GroenLinks. Hoe zit u hier na zo'n woelige 2 dagen, zullen we maar zeggen? Ja, eigenlijk 2 emoties tegelijkertijd. Hè. De ene kant echt super blij met de uitslag. GroenLinks, Partij van de Arbeid, de samenwerking heeft echt zijn vruchten afgeworpen. En aan de andere kant PVV de grootste. Ja, een partij die toch echt groepen uitsluit. En dat, waar we ook wel van geschrokken zijn van die uitslag. Ja. Bram Stoop zit naast u. Bram Stoop, uiteraard bekend uit de Delftse gemeenteraad. Fractievoorzitter Hart voor Delft. U zit hier met een ander gevoel dan uw buurvrouw. Ja, in die zin van een belangrijk punt dat wij niet verrast waren. Want ik heb het vaak genoeg in de gemeenteraad ook aangegeven. Jullie bereiken de doelgroep in de stad wel, maar niet de juiste doelgroep. Mensen die ontevreden zijn, die bereiken jullie niet. En dat heb ik niet 1 keer gezegd, dat heb ik. En ik heb het trouwens ook voorspeld op social media. Ja, u heeft de winst van Geert Wilders voorspeld. Ja. Daar gaan we het straks over hebben. Sifan Marouf, fractievoorzitter D66, in de Delftse gemeenteraad. Geen goede uitslag voor D66? Nee, helaas niet. Het is te weinig over onderwijs gegaan. Het is te weinig over klimaat gegaan de afgelopen campagne. En tegelijkertijd ben ik ook niet verrast door de verkiezingswinst van de PVV. Want we hebben gezien met de opkomst en val van Forum voor Democratie. We hebben het gezien met de BBB en dit keer met de PVV. Dus we gaan een nieuw circus meemaken. Goed, we gaan daar zo meteen met jullie en hopelijk met Bart Smals over in gesprek. Julia, jij bent de stad eerst nog in geweest. Precies, voordat we daarover in gesprek gaan, gaan we eventjes naar een Foxpop, een straatinterview kijken van hoe mensen de verkiezingen ingingen. Gaan ze stemmen? Wat zijn de overwegingen? En dan kunnen we dat meenemen in het gesprek. Laten we even gaan kijken. Hallo lieve mensen, ik ga vandaag in Delft de straat op om aan Delftenaren te vragen of ze gaan stemmen, wat ze belangrijk vinden in een partij en natuurlijk wat zijn hun wensen voor de toekomst. Kom mee! Stemmen. Ja, gaat u stemmen? Ik ga wel stemmen, ja. Ja? En wat zoekt u in een politieke partij? Wat vindt u belangrijk? Ik zoek niks in een politieke partij. Gaat u stemmen? Nee, ik ga niet stemmen, want ik weet niet meer waar ik op moet stemmen. Ik vind net een kleuterklas allemaal. Ja, een kleuterklas? Nou, ze maken allemaal ruzie. Ik ga stemmen, ja. Ja? En wat vindt u belangrijk? Ik vind heel erg belangrijk de huizenproblematiek die we nu hebben. Ik vind het erg dat er armoede is in Nederland. Gewoon dat de mensen gewoon, dat er geen huizen zijn. En dat mensen bijvoorbeeld geen huis hebben en dat ze bijvoorbeeld in een auto moeten slapen, wat je die verhalen die hoort. Nou, is toch verschrikkelijk voor Nederland? Ik ben wel voor een socialer Nederland. Dus een klein stukje naar links lijkt mij de goede kant op. Vorig jaar heb ik gestemd op 50+.
nu zit ik toch weer een beetje naar de VVD, waar ik jaar op heb gestemd. Dus. Maar ik vind Jette vind ik ook wel heel goed overkomen. Dus ik denk dat het een van die drie gaat worden. Spannend! Spannend! Ik ben van de Haas. Stem op mezelf! Yes, represent jezelf. D66, je weet toch? Waarom dan? Kijk, wij jongeren verdienen ook een keertje jong te zijn, snap je? Ja. Het is leuk allemaal, die ouderen en zo. We hebben geleefd, nu moeten wij gewoon leven, weet je? Oké, hi, ik sta hiernaast. Melvin. Hi Melvin, ga jij stemmen? Nee, ik ga niet stemmen. Hoezo niet? Ik verdiep mezelf te weinig erin en ik heb er ook geen zin om in te verdiepen. Plus, ik ben eigenlijk gewoon aan om te lui om dan naar zo'n stembureau te gaan. Dus ik heb daar gewoon geen zin in. Nou, we hebben een beetje een beeld gekregen van hoe Delftenaren er tegenaan kijken. Niet iedereen gaat stemmen, veel gaan wel stemmen. Nu is natuurlijk de uitslag bekend en nu gaan we onderzoeken wat voor invloed dat gaat hebben op de lokale politiek hier in Delft. En ik hoop natuurlijk dat daarin de stem die we vandaag hebben gehoord wordt meegenomen. We gaan natuurlijk eerst even in gesprek over de reactie op die verrassende, maar niet voor iedereen, even verrassende uitslag. Bram Stoop, u had het voorspeld, want welk zeteltal had u van tevoren in gedachten voor de BBB? 34. 34, ja, dan was u een van de weinigen, denk ik. Nou ja, ik werd op social media aardig aangevallen toen ik in een bepaalde bubbel leefde. Ja. En toen ik mensen sprak die hun niet spraken. En toen heb ik, ja, ik heb u toevallig gisteren geantwoord, dit was de bubbel. Ja, dit was de bubbel. U bent fractievoorzitter van Hart voor Delft, lokale partij. Ja. Betekent dat nou dat uw kiezers in Delft, voor uw partij, ook de stemmers zijn van de PVV, samen met misschien onafhankelijk Delft? Ja, je moet het zo zien, als je naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen kijkt, is eigenlijk de waarschuwing al afgegeven. Als wij gewoon gefuseerd hadden geworden geweest met een onafhankelijk Delft, hadden we de grootste geweest. Ja. En wij van niet zijn we naar 5 zetels. Dus dat is een aardige waarschuwing. En ons hebben ze ook gewoon gezegd, nou jullie passen niet binnen het plaatje. En dan word je gewoon genegeerd wat nu ook landelijk gebeurt. Ja. En Winsen en Sivan, zien jullie dit ook als een waarschuwing dat jullie misschien kiezers die jullie eerder niet hadden bereikt nu ook erbij moeten betrekken, die nu voor PVV zijn gegaan? Ik denk dat het zeker weer een spiegel is van onze samenleving. Hè? En daar moeten we gewoon ook weer heel erg serieus naar kijken. En ik denk dat het ook een zoektocht is in Nederland om met elkaar echt het gesprek te voeren. En dat zijn we blijkbaar nog steeds niet goed in staat om elkaar echt naar elkaar te luisteren. Ja, de lage verkiezingsopkomst is gewoon schrikbarend. Het is niet alleen vanuit de kiezers die dit keer op de PVV hebben gestemd. Het is over alle partijen verdeeld dat de mensen niet zijn komen opdagen. En dat geeft alle partijen ook inderdaad wat Rins gezegd, ben ik het wel mee eens. Zouden in de spiegel moeten kijken van hoe komt het dat mensen weinig vertrouwen, zo weinig vertrouwen hebben dat ze denken van het heeft geen zin voor mij om te gaan stemmen. En als we kijken naar bijvoorbeeld hoe dat op gemeenteniveau zich vertaalt, is dat vaak als wij ook gaan flyeren op straat, als wij campagne voeren, dan vraag ik mensen, heeft u al een keuze gemaakt? Weet u al wat u gaat stemmen? En dan krijg ik zeker, nou ja, ik zou zeggen, 1/3 van mijn gesprek terug van ik ga niet stemmen, want het heeft geen zin. En dat gesprek waarom het geen zin heeft om te stemmen, of waarom het wel zin heeft om te stemmen, beter gezegd, dat is ook door de landelijke politiek gewoon te weinig opgepakt. Ja, maar ook misschien door het Delftse college, want het is eigenlijk het verwijt van Bram Stoopen, uw buurman, ja, jullie collegepartijen hebben te weinig geluisterd naar de mensen die nu op de PVV gestemd hebben. Dat zou ik niet zozeer zeggen, want als ik kijk naar de verkiezingsuitslag wat mensen in Delft op landelijke partijen hebben gestemd, zou ik die conclusie niet zo snel trekken. Maar dat neemt niet weg wat ik heel erg eens ben met de heer Stoop. Dus dat wij vaker met de stad, met de inwoners van de stad, zouden moeten spreken over waarom beleid zoveel invloed heeft op hun leven. En het belang van stemmen duidelijk maken. En dat is ons nog te weinig gelukt. U ziet nee te schudden. Ja, kijk, je moet gewoon eerlijk zijn. Als je zegt u dat voor links en rechts, hoor ik dat zijn, mensen niet eerlijk zijn? Ja, ze zijn wel eerlijk, maar ze snappen het niet. Ze kennen het, ik weet niet of dat beter is. Wij zijn niet in staat geweest om de burgers te bereiken. Als je over Delft hebt, had je ook kunnen zeggen, Hart voor Delft in het college, die je bereikt namelijk die doelgroep wel. En dan had je samen kunnen gaan in plaats van, nee, we hebben jullie niet nodig, en daarna te roepen, met grote mond in de raad, we moeten het wel samen doen.
Want dat is wel het verhaal. En de bedoeling is ook wat vertellen, we moeten het wel samen doen. Maar eerst, wat nu ook gebeurt, landelijk, zeggen ze nou nu even niet, want we zijn het helemaal eens met elkaar. Er zijn nog eens gesprekken geweest met ons. Zo is dat was geweest. Nu de landelijke proces moeten we nu gaan zien hoe dat gaat lopen. Dus de PVV is nu aan zet en de stappen worden daar nu gezegd. Dus ik denk dat we daar nog net te vroeg in zijn om daar een conclusie aan te trekken. Ja, ondertussen is Bart Smals, u mag naast Rinske Wessels plaatsnemen. Bart Smals, oud-fractievoorzitter VVD in Delft en uitredend Kamerlid voor de VVD, ongetwijfeld net van crisisberaad terug. Dat horen we straks wel even. Maar we gaan eerst even door. U was bezig. Nee. Nou, als ik er nog even in mag springen, want de heer Stoop zegt, de collegepartijen bereiken de mensen die wij wel zouden bereiken. En andersom geldt het. Nee, maar Bram, daar maak je een terecht punt. Want andersom, kijk, ik woon zelf, ik ben opgegroeid in de Buitenhof. Er zijn een hoop mensen in de Buitenhof die niet eens weten welke politieke partijen zij op zouden kunnen stemmen. Die een stempas krijgen en direct weggooien. Dus, en dat is ook een gedeelte van de Delftse samenleving die bijvoorbeeld Hart voor Delft ook niet bereikt. Dus het is niet zo, ik zou niet de schuld leggen bij een aantal partijen. Daar is het niet mee eens. Maar dan moet je er maar eens in de Buitenhof uit gaan leggen waarvoor Hart voor Delft twee keer tijdens de verkiezingen de allergrootste was daar ook. Met de verkiezingen. En buiten het feit moet je eens even nagaan dat Buitenhof al 20 jaar een aandachtswijk is. En nu weer 20 jaar erbij, omdat er niks veranderd is. Nog steeds één grote rotzooi is daar ook. Ja. Er is nog niks veranderd. Nee, maar het is wederom een aandachtswijk. En dan moet u zeggen, ik woon in Buitenhof. Ja, natuurlijk. Nou, u woont daar plezierig. Ja, het is de groenste wijk van Delft. Ja. En u woont daar en u vindt dat prachtig. Maar het is wel 20 jaar een aandachtswijk. Ik wil één facet bijvoorbeeld uitleggen van waarom Buitenhof nog steeds een aandachtswijk is. Ik zal je zeggen, toen de heer Stoop waarschijnlijk al in de gemeenteraad zat, kwam ik net aanlopen bij de gemeenteraad. En toen zag ik daar dat bijvoorbeeld de gemeenteraad had bezuinigd op buurthuis. Buurthuis in de Buitenhof. En daardoor gingen jongeren een nieuwe plek zoeken om te hangen. Nou, die gingen in de wijk hangen en dan gingen mensen weer plots in de wijk klagen bij bijvoorbeeld de heer Stoop over dat de jongeren ook voor overlast zorgden. Dan zegt de heer Stoop, ja, we hebben 20 jaar aandacht aan besteed. Klopt, de verkeerde aandacht. Er is continu bezuinigd op onderwijs, op plekken waar mensen samen kunnen komen, op fatsoenlijke huisvesting. En dan kunt u niet zeggen dat daardoor de mensen schuldig zijn van dat het nog steeds... U zegt rotzooi, dat zou ik nooit zeggen, maar dat niet. Het gaat erom, meneer Marouf. Tot u al, uw partij, al meer dan 20 jaar binnen het college zit en wij al die 20 jaar als oppositie hetzelfde roepen, en net als zelfs nu nog Delft West, weer gefocust op Delft West Buitenhof, wij roepen, moet je niet doen, moet stadsbreed moeten aanpak komen, er wordt gewoon niet geluisterd. En ja, en dan krijg je resultaten. Zoals nu, net zoals D66 klopjes krijgt tijdens verkiezingen. Bart, u bent op een goed moment binnengelopen. We zaten meteen midden in de discussie. Hoe kijkt u naar de uitslag? Oei. Ja, misschien even kort nog introduceren. Hij komt koud binnen. Wat komt u inderdaad uit het crisisoverleg? Nee, u bent niet meer betrokken, hè? Want u heeft uw koffers al gepakt van het binnenhof, denk ik. Nee, dat moet wel. Want je wordt voor... Nee, 5 december is de laatste dag dat ik nog Kamerlid ben. Maar je maakt pakjesavond nog net mee. En dan 6 december begint de nieuwe Kamer. Maar dat komt ook omdat 5 december wordt de definitieve uitslag vastgesteld. Maar het wordt wel van je verwacht dat je 30 november al je Kamer hebt leeggehaald. Dus daar ben ik wel druk mee. Ben je niet meer betrokken bij de raadslagingen? Ja, ik ben natuurlijk politiek geïnteresseerd, dat zal geen verrassing zijn. Maar de fractievergadering zoals die bijvoorbeeld bij de VVD is geweest gisteren, over de duiding van de verkiezingsuitslag, daar ben ik in principe niet welkom. Tenminste, het is niet de bedoeling dat ik daar ben. Als uitredend Kamerlid. Dus daar ben ik niet meer bij betrokken. Hoe kwam de verkiezingsuitslag bij u over? Had u dit verwacht? Dat de VVD 10... Nee, we hadden niet verwacht dat het, ik ook niet, dat het zo erg zou zijn, wil ik maar zeggen. Overigens, kijk, het is maar het perspectief, hè. Ik bedoel, PVV zal het niet erg vinden in de uitslag. En NSC ook niet, dus dat is het perspectief waarvanuit je kijkt. Maar we hadden niet verwacht dat het inderdaad die 10 zetels zou zijn. Nee, ook dat de PVV zou winnen, dat Wilders de grootste zou worden, dat...
dat zat wel in de lijn der verwachting al. Dat had u, ja, dat zag de laatste dagen. Laten we eens even kijken naar de Delftse uitslag. Want wij hebben op kaart gezet hoe hier in Delft gestemd is. En nou, dat is een uitgebreide tabel nu achter ons op het scherm. Daar zien we dat de PVV in Delft niet de grootste is geworden, maar GroenLinks Partij van de Arbeid. Met TK staat daar, dat betekent Tweede Kamer 2023. In percentages, de voorlopige uitslag, GroenLinks PvdA 25,9%, de PVV 16,8%. De VVD is in Delft de derde geworden, D66 nog steeds de vierde, wel flink achteruit. Nu zullen GroenLinks en de Partij van de Arbeid zeggen, dat zeggen ze ook, wij hebben in Delft gewonnen. Maar meneer Stoop, u denkt daar anders over? Nou, je moet het zo zien, op het laatste moment is er geroepen, zorg tot links de grootste wordt en de PVV niet. Er zijn de mensen die zijn selectief gaan stemmen. Wat is er gebeurd? Dat zijn gebeurt toch altijd? Nee, hoe heet dat? Met voorkeurstemmen. Strategisch stemmen. En die zijn op GroenLinks en PvdA gaan stemmen. En dan hebben ze niet meer gedacht aan hun collega's van de D66. Daar hadden ze even niks meer mee. Want als meneer Timmermans, die moest de grootste worden. Dat is wat er gebeurt. En dan krijg je zo'n cijfer. Wat eigenlijk vertekend is. Want je moet het wel helder houden. Ja, dat als de gemeenteraadsverkiezingen. Het is vertekend, mevrouw. Ja, nee, omdat de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, de PvdA ligt weer gewoon 3 zetels. En de rest had ook gewoon zijn gezegd. Maar ze zijn samen gegaan. Ja, dat zullen ze wel hebben gemoed. Dat zullen ze helemaal. Dit soort bewegingen zijn ook constant aanwezig. Als we kijken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Was GroenLinks D66 waren de aantallen weer net anders verdeeld dan nu bij deze gemeenteraadsverkiezingen. Dus dat mensen wisselen van partij, dat zien we wel vaak. En dat er strategisch is gestemd, dat geloof ik zeker. Ja, dat zie je ook in de analyses van de NOS. Ja. Overigens geldt dat strategisch stemmen ook voor de PVV. Ik denk dat de PVV een enorme boost heeft gehad, meneer Stemans, sorry Bart, door de uitspraak van mevrouw Jesselbus. Die op een gegeven moment zei, wij zetten de deur open voor de PVV. En ik kan me heel goed voorstellen dat rechtsstemmers dachten van, dit is de kans om Wilders, om de PVV de grootste te maken. Ja. Want anders wordt die uitgesloten van kabinetsdeelname. Dus de PVV heeft eigenlijk de PVV het samen geholpen. Oh, ja, absoluut, dat geloof ik. Is dat meneer Smaltberg? Nou, is dat een strategische fout van de VVD? Dylan, die mevrouw Jesselbus, Dylan die heeft gezegd, ik sluit geen kiezers uit. Dus, en dat vind ik een lovenswaardig democratisch principe, dat je zegt, elke stem telt. Maar haar voorganger Mark Rutte stemde, sloot Wilders wel degelijk uit. Ja, maar daar zat ook een historie aan. Hè? Ja, dat kunnen we wel weer. Maar nee, dat hoeven we niet te doen, maar dat is een groot verschil. Ja. Dat is één. Ten tweede, wat ik heel bijzonder vind, is dat partijen de VVD de schuld geven dat weer een andere partij heel groot wordt. Dat vind ik een hele bijzondere figuur. Ik bedoel, volgens mij zijn kiezers allemaal verstandige mensen. Bijna allemaal. Ja, welke kiezers zijn niet verstandig geweest? Nou, alle kiezers die niet op de VVD hebben gestemd. Maar, nee, flauwekul natuurlijk. Nee, maar kiezers maken hun eigen afweging. En die, ik geloof er niks van dat kiezers denken, nou ja, omdat mevrouw Jezilkus dit doet, dan ga ik daarom dat doen, et cetera, et cetera. Er zit natuurlijk een onderstroom in Nederland. Er is een gevoel wat blijkbaar onvoldoende uiting krijgt in de manier waarop onder andere ook de VVD vorm heeft gegeven aan het landbestuur de afgelopen jaren. En daarom zijn heel veel mensen PVV Ja, is die onderstroom ook in Delft aanwezig? Of valt het wel mee? Als je de verkiezingsuitslag ziet, dan zie je de PVV wel stijgen, maar ze zijn zeker niet de grootste geworden. Nee, maar die onderstroom is hier natuurlijk ook. Ja. Vanzelfsprekend. Ja. Laten we nog even naar het volgende plaatje kijken. Daar zijn de andere partijen. Om het even volledig te maken, zien we de ChristenUnie is ook gezakt in Delft. Het voordeel daarvan is misschien voor de collegepartijen dat wethouder Goner in Delft blijft. Nou. Maar daar denkt Bram Stoop anders over. Nou ja, wel een bezuiniging van een wethouder minder. Overigens de opkomst, 77,6%, iets minder, 2% minder dan 2 jaar geleden, maar een stuk hoger dan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat mag toch wel een stuk hoger de volgende keer bij de gemeenteraad.
Kijk, daar kijken jullie allen aan. Maar goed, daar hoeft u nu geen antwoord op te geven. Ik ben ook benieuwd, ik kijk even naar de zaal. Er zijn ongetwijfeld vragen voor... Het was de meneer hier rechts vooraan, die was als eerste. En wij hebben Tom Richmond in de zaal lopen met een... Met een microfoon, die gaat toch als eerste naar boven. Nou ja, ben ik toch aan het. Ja, nou, ik vraag me af, Bram Stoop, in hoeverre jij je nou eigenlijk identificeert met de PVV? Jij doet heel enthousiast daarover. Ja, maar dat is een duidelijke vraag, we houden het kort. Het microfoon gaat gelijk weg. Is onafhankelijk Delft, is Hart voor Delft gelijk te stellen aan de PVV? En als ik nou vertel, toch deze... Dus, er zitten sommige mensen bij die zijn zo gesproken, onder andere meneer Noorderbos. Je moet mij nooit vergelijken met de PVV. Het is gewoon zo. Er zijn mensen geweest die hebben een boodschap overgebracht. Die is niet goed overgekomen. En Geert Wilders is dat wel gelukt. Maar dan moet je niet gelijk gaan zeggen van, joh, identificeer jij eigenlijk met de PVV? Dus dat is een rare vraag. Dus het antwoord is nee? Nee. Oké, hier vooraan was een meneer. Ja. Top hier naar beneden. Even... Ja. Schuif een aantal mensen opzij. Voorzichtig. Ja, van de week heb ik die cijfers ook zien komen op het internet. Maar het was wel leuk geweest als je hier in plaats van percentages gewoon aantallen had gezegd. Want dan kan je dus één op één zien dat alle winst van GroenLinks PvdA... Dat zijn allemaal D66'ers. Dat is ongeveer hetzelfde aantal wat er zo overgesprongen is. En dan vind ik dat wij als VVD, nou ja, dat de VVD het eigenlijk in Delft nog best goed gedaan heeft. Dat is uw vraag. Dus dat is eigenlijk nog een aanvulling. Nou, dat is even een aanvulling op dat schema. Want in dat schema daar staan mooie percentages, maar dan zie je eigenlijk niet echt goed wat er gebeurt. Maar als je de aantallen laat zien, dan zie je dat wel. Dank u wel. Ik ga even naar een vraag in de zaal. Die mevrouw daar helemaal op de hoek. Ja, ik heb eigenlijk een vraag aan jullie allemaal. Ik vind het een opschudmoment, hè. Dat is precies wat de heer Stoop zei. We zien nu steeds een signaal vanuit het land, vanuit de gemeente, vanuit de provincie. Van jullie luisteren niet naar ons. We praten over hoe bereiken we de mensen. Jij hebt het gehad over hoe brengen we de politiek naar de mensen die hun stembiljet verscheuren. Mijn vraag is eigenlijk, volgens mij is het signaal van hoe luisteren we naar de mensen. En hoe vertalen wij dat dan in wat zij zeggen. In plaats van de politiek brengen. De politiek moet uitvoeren. Dus mijn vraag aan jullie is inderdaad, we hebben nog ongeveer een halve raadsperiode te gaan. Hoe gaan jullie nu beter luisteren? Goeie vraag. Hoe gaan jullie nu beter luisteren? Wie wil daarop reageren? Ik wil daar wel wat op zeggen. Ik denk wat wij nu in Delft-West zijn we een heel programma bezig. Waar we naar mijn idee best wel omdraaien. We gaan de stad in en we zeggen niet dit is het programma en zo moet het gaan, maar we gaan met de mensen in gesprek en vragen wat is er hier in deze wijk nodig. En ik denk daar kun je de resultaten van nu een jaar werken nog niet zo heel erg van zien, maar dan hoop ik dat we de aankomende twee jaar daar wel steeds meer van gaan zien en dat we daar weer beter aansluiten op dat wat ook echt nodig is. Dus input ophalen vanuit de wijken. Ja, en echt ook samenwerken. Van? Ja, daar sluit ik me volledig bij aan en tegelijkertijd moeten we er ook bij zeggen, kijk, er zijn zat gezinnen in Delft die in extreme armoede leven. Dus als wij naar hen toestappen en zeggen dat wij ze mee willen nemen in participatie en dat het zoveel beter wordt in de wijk, dan veranderen wij niet ter plekke hun situatie. En ik denk dat doordat er nog zoveel mensen in armoede leven, ook in Delft en vooral in Delft-West, is het... Ga je het met participatietrajecten niet oplossen om het vertrouwen weer te gaan stemmen. Zij moeten gewoon zien dat de energierekening omlaag gaat, dat ze meer geld in de zakken overhouden en dat hun kinderen fatsoenlijk naar school kunnen. En dan ga je aan vertrouwen in de politiek werken. Meneer Stoop, ik zie u onwijs zuchten, vertel. Nee, het is hetzelfde verhaal. Ik hoor elke twee van woord wat allebei hebben ze over Delft-West. Wij hebben het over stadsbreed. Mensen met armoede die wonen ook in Bovenwijk, wonen ook op de Bras en ook in de Wippolen. We hebben een motie ingediend. We hebben echt het uiterste gedaan om te kijken hoe kom je nou bij de burgers. We hebben een motie ingediend waarvan we zeggen, je moet in elke wijk van Delft moet een wijkcontactpunt komen. Waar de politie zit, waar de woningcorporatie zit, waar de sociale dienst zit. En die is unaniem weggestemd door het hele college. Dus wij komen met ideeën. En als die mevrouw het over luisteren. We moeten eerst eens leren luisteren naar elkaar. Ik was vanmorgen bij een wethouder op visite en heb ik gezegd.
Er wonen mensen in Delft, die lopen in de bijstand. Die hadden jullie net zo goed een visvergunning kunnen hebben gegeven, want die hoort nooit meer wat van jullie. Kijk, ik ben natuurlijk een beetje biased, hè. Trouwens, dat ik hier weer zit. Heerlijk thuiskomen, eerlijk gezegd, de bekende gezichten, dat heb je misschien wel gemist in de landelijke politiek. Maar ik heb een wat meer landelijke blik. Volgens mij zijn de verkiezingen zijn gegaan over landelijke thema's, hè. Immigratie is niet een probleem dat in Delft opgelost wordt. Het is wel heel erg nadrukkelijk thema geweest in de verkiezingen. Dus ik denk dat je het ook niet de uitslag één op één kan vertalen naar Delft op die manier. Dus ik denk dat de gemeenteraadsverkiezingen daar veel meer over kunnen zeggen. De partij van Bram die deed ook niet mee met de landelijke verkiezingen. Volgens mij. Even het antwoord op de vraag van die mevrouw was. Hè. Er moet beter geluisterd worden naar de Delftse burgers. En dat gebeurt moet als het hele land houden. Ja, nou ja. Ja, precies, het is misschien een open deur, maar dat was precies, ik denk de eerste of de tweede zin die Dylan Jezilkus zei bij het duiden van de uitslag op de uitslagavond, ik was er ook bij, dat ze zegt van ja, we hebben blijkbaar onvoldoende geluisterd naar onze kiezers of naar het land. Dat moet beter en hoe je dat moet inrichten is ontzettend ingewikkeld. Ja. Nou ja, ik heb het aan de lijve ondervonden. Zeker in Den Haag is het nog veel moeilijker dan in de gemeente, denk ik. Ja, daar gaan we straks dan even over doorgaan. Precies. En over naar elkaar luisteren gesproken. We gaan nu luisteren naar het is even een adembreak, hè, naar muziek van Omo van der Mast. Hij is een singer-songwriter die voornamelijk Engelse songs maakt. En hij begeleidt zichzelf op de gitaar. Omo, heb je al een lied geschreven over de uitslag? Nee, ik heb het lied niet de afgelopen week geschreven, maar ik heb ze natuurlijk wel strategisch gekozen voor vandaag. Oké, okay. En naar welk lied gaan we zo luisteren? Het heet Atjak Deng, gaat over een vluchteling uit Zuid-Sudan. Dus ik hoop dat we ondanks deze verkiezingen open blijven staan voor vluchtelingen. Dat we ze niet allemaal bestempelen als gelukzoekers en dat we snappen dat mensen niet voor niks hun eigen land verlaten. En dit lied is gebaseerd op een boek van Dave Eggers en het heet Atjak Deng. Applaus! Have you heard of Atjak Deng? One of the last boys from South Sudan, who just as a child walked 1,000 miles just to be seen in some other place. It all began at the start of the war. They took his parents and they took his home. His mother shouted he had to run, to never look back, and that's what he's done. He ran and ran as fast as he could. In the middle of the night, he ran through the woods. The pain in his legs became stronger and stronger, but he ran and ran until he could no longer. A few days later, he found many young boys, boys just like him, who all had no choice but to run from their homes with nothing at all, except for the food that they traded or stole. Together they walked, day after day, hundreds of boys with nothing to say. At day they moved, and at night they prayed, and every sound made them afraid. Cause when the night had come and they took some rest, the beast they took over the woods. At one night, a lion got hold of two boys who soon would be cold. The rest of the boys just held their breath and
could do nothing but fear in their death. Along their journey, many more would die. Sometimes nobody even knew why. But most of them died of starvation just before the great salvation. Archak Deng lost his best friend and buried him in the desert sand. Wel Olmo, de vader van Olmo van der Mast. Heeft u nog een liedje te goed van hem. De vader van Olmo van der Mast is schrijver Jan van der Mast. Ook hij zat natuurlijk woensdag voor de tv voor die spannende uitslagenavond. En hij heeft een column geschreven. Die gaan we nu horen. Jan van der Mast. Ik ben opgegroeid in de Buitenhof trouwens. En daar ben ik trots op. Lieve bevlogen, stemgerechtigde Delftenaren. Het was voor iedereen een tobberige week. Het Delftse luchtruim gevuld met zwevende kiezers, botsende opvattingen, gemeende gevoelens. Ik lag nachten wakker. Ga ik strategisch kiezen of volg ik mijn hart? En deze doorgaans zo standvastige schrijver wist het even niet. Woensdagochtend om 7:00 zweefde ik naar mijn vertrouwde stemlokaal in de Raamstraat. Ik zweefde naar het stemhokje, hing een meter of twee boven dat kolossale stembiljet en ik twijfelde nog steeds. Ik zag in het hokje naast me mijn buurvrouw Jolanda en ik zag haar ongelooflijk resoluut met het puntje van haar tong tussen de tanden het vakje rood kleuren van partij 4 van de man die getrouwd is met een Hongaarse vrouw en twee poezen koestert, Noortje en Pluisje, twee asielpoezen, ja die wil hij wel opvangen. Op die man stemde mijn buurvrouw. Ik was in shock. Ja, Jolanda, de vrouw die altijd voor me klaarstaat, de vrouw die altijd iedereen helpt in het Westerkwartier. Zij bracht haar kostbare stem uit op de man met die nare opvattingen. Wat is er aan de hand in dit land? Pats, ik was meteen uitgezweefd. Stond met beide voeten op de grond en kleurde ook resoluut een hokje rood, dat van partij nummer 10. En dan, s'avonds, de kater, de verkiezingsuitslag. Black Wednesday, twitterde ik. En mijn 3 miljoen volgers treurden met mij mee. Dat was een troost. Ja, Zwarte Woensdag. Hoe zwart zal het worden? Hoe zwart zal het blijven? Wordt het net zo uitgesponnen als Black Friday? Worden het 4 zwarte jaren? En op tv werd volop gespeculeerd met wie de Poezeman zou kunnen regeren. Samen met de tractorvrouw, coalitie met D&D en de Poezeman als onze premier. Kan dat wel? Samen op de foto met Meloni of met de Russische president. En dat plaatje kreeg ik niet bij mijn hoofd. Somber ging ik naar bed. Maar toen zag ik de Delftse uitslag. Ja, de Delftse kiezers hebben hun best gedaan. Delftenaren hebben anders gekozen. De partij van de Poezeman was weliswaar ook verdubbeld, maar zou niet de grootste zijn in ons tolerante stadje. Nee, dat was de PvdA GroenLinks. Mijn hart maakte een sprongetje. De Delftenaar is niet de gemiddelde Nederlander. En deze zin mag en moet herhaald worden. De Delftenaar is niet de gemiddelde Nederlander. De gemiddelde Nederlander woont in Venlo, Den Helder of Tietjerkstra deel. Maar niet hier. Wij zijn niet gemiddeld en daarom woon ik ook hier. Daarom ben ik verknocht aan Delft. En daarom heb ik een schitterende scheurkalender over Delft gemaakt. Die overal voor 20 euro te verkrijgen is. Of straks na afloop van dit debat. En op die kalender staat mijn loflied op Delft, getiteld Domweg Gelukkig in Delft. De tekst daarvan is: de Delftenaar is bescheiden en beschaafd. Hij is filosofisch, realistisch, dapper en loyaal. Maar het belangrijkste van allemaal, wij streven altijd naar schoonheid. Dat zit in onze genen. Ja, dat schreef ik in 2011 toen de spoortunnel gebouwd werd. Een project dat ons stadje op stel te zetten en ons op de rand van de financiële afgrond bracht. Maar inmiddels besef ik dat er nog veel meer in onze Delftse genen zit. Verdraagzaamheid. En dat is een groot goed. De Delftenaar is een verdraagzaam zoogdier. Hij beseft dat hij een passant is op deze planeet. En zal zorgen dat hij zijn stadje netjes onderhoudt. En dat hij zich bekommert om het lot van zijn mede-Delftenaren. Of ze nu hier geboren zijn of afkomstig uit Irak of Kazachstan. Dus niet langer treuren over de landelijke uitslag. De Delftse politiek is van een andere orde. Delft ligt op koers. Delftse politici beseffen
dat ze moeten samenwerken om hier een mooi en aangenaam stadje te houden. Dat moeten we met elkaar bewaken. En als we kijken naar de Delftse uitslag dat GroenLinks PvdA de grootste partij zou zijn, dan zou Frank van Vliet of Karin Schredehoff onze premier worden. Nou, daar kan ik heel goed mee leven. Jan van der Mast, dankjewel. Wij gaan praten over eventuele gevolgen voor Delft van wat er woensdag gebeurd is. De vraag is natuurlijk, wat krijgen we voor kabinet? Het meest voor de hand liggende is die rechtse coalitie, waarvan de VVD al heeft gezegd dat ze daar niet in ieder geval een ministersploegje in gaan afvaardigen, maar eventueel wel gaan gedogen. Ik kijk even naar Bart Spals. Komt dat rechtse kabinet er? Ja, weet je. Ik heb ook geen glazen bol natuurlijk. Wat er gezegd is door de VVD, maar dat is inmiddels dus alweer na mijn tijd eigenlijk. Hè, maar is gezegd van ja, we vinden het beter om even achterover te leunen. Want 10 zetels verlies betekent dat je dus even niet mee moet doen. Wat mij dan weer verbaast is dat er weer heel veel partijen nu plotseling die jarenlang gezegd hebben, VVD ga nou alsjeblieft weg. Nu zeg ga alsjeblieft regeren. Heel bijzonder. Ik vind het een hele bijzondere tijd om dat te zien. Of er zo'n kabinet komt, hangt helemaal van Pieter Omtzigt af, denk ik. Daar ligt de sleutel nu. En ik zie hem niet aan tafel zitten hier, dus ik zou het niet weten. Maar wat jullie betreft, komt dat kabinet eruit als Pieter Omtzigt ja zegt wel? Nou, nee. Als er een kabinet komt waarin PVV en NSC zeg maar het voortouw nemen en daar komen goede ideeën uit, dan zijn wij bereid om daar een gedoogsteun aan te verlenen. Maar dat ligt natuurlijk heel. Kijk, dat is een beetje op de zaken vooruit lopen. Ja, daar zijn we hier voor vanmiddag, hè? Om de zaken vooruit te lopen. Ja. Ik kijk ondertussen even naar. Ik zie wel zo heel graag reageren. Ja, precies. Komt dat rechtse kabinet er en wat denkt D66 Delft daarover? Dat trucje heeft VVD eerder uitgehaald. Ik bedoel, de heer Zalm heeft ook een keer aangegeven niet met de LPF in het kabinet te stappen totdat het wel gebeurde. Ik bedoel, de LPF, CDA en VVD hebben samen ook geregeerd en na 87 dagen is dat kabinet uit elkaar gevallen. En wat ik hier zie gebeuren is dat de VVD niet ontkomt om aan die rechtse stemmer verantwoording af te dragen door deel te nemen aan zo'n kabinet. Zij het in een doodsteun of echt kabinet instappen. Want je hebt nu, het is, de verkiezingsuitslag is heel duidelijk. Je kan de kant op met Omtzigt, met BBB en dan de VVD en dan natuurlijk de PVV. Als dat er niet komt, dan zal het over links moeten gaan. Dan krijgt PvdA GroenLinks het initiatief in handen. Ik denk dat daar de VVD ook voor afgestraft zal gaan worden als dat rechtskabinet niet mogelijk wordt gemaakt. Nou, dus dat is goed dat u dat zegt. Want wij hebben over die twee opties die er zijn ook een plaatje gemaakt. Dat zetten we nu even voor. Coalitie 1, zullen we het maar even noemen, de meest voor de hand liggende gezien de verkiezingsuitslag, is die coalitie met PVV, VVD, NSC en BBB, allemaal drie letterpartijen, die samen in ieder geval goed zouden zijn voor 88 zetels. We hebben daar ook even gekeken naar het stempercentage in Delft. Hè. Als die partijen, als je alle stemmen optelt van die partijen die in Delft zijn gegeven, dan kom je op 40,3%. Dus dat kabinet heeft in ieder geval bij de Delftse kiezer niet de voorkeur. Als je kijkt naar de verkiezingsuitslag. De tweede coalitie is, als die rechtse coalitie niet door zou gaan, zou de mogelijkheid over links zijn. Dus GroenLinks, Partij van de Arbeid, NSC, D66. En daar is dan ook de VVD voor nodig. Zij het als ministers of als gedoger. En dan kom je op 78. Dat is wel erg dun natuurlijk. Maar als je kijkt hoeveel van de Delftse kiezers hebben dat gekozen, dan zie je 58,2%. Hè. Dus in Delft is dat een kabinet wat wel hier in ieder geval, daar zijn wij maar een klein stadje in Nederland, maar gedragen zou worden. Hoe kijken jullie naar die uitslag? Ja, misschien flauw, want dat is niet het antwoord op de vraag die je stelt, maar ik denk dat Delft, de vraag was eigenlijk, wat is het effect van de uitslag? Daar gaan we zo over praten. Okay, wat gaat het voor Delft opleveren? Ja, want nee, dan wacht ik even, want daar wil ik wel iets over zeggen. Oké, goed. Oké, dan komen we daar zo op. Nou, misschien kunnen we aan de zaal even vragen. Eerst Bram Stoop en dan gaan we even naar de zaal. Even kort, ik denk dat wat er eerst moet gebeuren, we hebben het net over gehad, hoe gaan we naar de mensen luisteren.
ga nou eens even luisteren of kijk naar die verkiezingsuitslag. En naar aanleiding daarvan ga je met elkaar om de tafel te zitten in plaats van zeggen van nou, jullie hebben het initiatief. En ik heb ook vanmiddag gelezen dat de moslimorganisaties en dergelijke, die gaan wel degelijk met Wilders praten, want die willen met hem in gesprek. En dan als politieke voorbeeldfunctie die je hebt, hè, als volksvertegenwoordiger, en van ons als burger wordt verwacht, we moeten elkaar accepteren wat we zijn. En zo niet tot compromis, maar probeer met elkaar samen te leven. Is dit het voorbeeld waar ik nou helemaal niet van gecharmeerd ben? En dan wilt u dus kortom, van het voorbeeld. Kijk naar wat er gekozen is, kijk naar de uitslag van de verkiezingen en accepteer, CQ, respecteer dat. Ja, mag ik daar kort op reageren? Want wat er ook is gebeurd, is de dag na de verkiezingen ben ik ook door een hoop Delftenaren gebeld. Mensen met een migratieachtergrond, mensen die islamitisch zijn, die hebben gezegd, ik maak me wel enorm zorgen over als ik met de hoofddoek op straat loop, of ik niet word aangesproken doordat nu het sentiment bij PVV, het normaliseren van dat moskeeën dicht zouden moeten gaan, dat Korans moeten worden verboden, dat sentiment ook op hun zijn weerslag gaat geven. En ik vind het heel mooi, net verteld, ik voel dat ook in Delft hebben we een tolerante samenleving. We leven echt goed met elkaar, het is een multiculturele gemeenschap. Maar daarbuiten, voor mensen in De Lier, voor mensen in Venlo, voor mensen met islamitische achtergrond elders in het land, is het wel problematisch als de heer Wilders niet gaat nuanceren wat hij heeft gezegd over de islam. Nee, wat zegt u? Jullie koppelen terug op wat hij gezegd heeft. Ik heb altijd zoiets van, als je iemand geen kans geeft, heeft hij ook geen kans. En als je naar de reacties hebt gekeken, van onder andere, van D66, CDA, GroenLinks, op de overwinning van Wilders, hoe ze daarop reageren, angstmakend, angstaanjagend, ik kreeg de plaatsvervangende schaamte van. Echt waar. Jij wilde even dit aan de zaal vragen. Ja, precies. Laten we even dus inderdaad, steek uw hand op. Wij gaan zo meteen naar de zaal weer. Wij gaan zo meteen naar de zaal, maar we gaan eerst... Ja, even vragen. Laten we even handen omhoog doen voor coalitie 1. Wie ziet graag coalitie 1? Handen in de lucht. Wij willen even testen. Even. Coalitie 1, wie denkt... Ja, wij willen dat even weten. Ik zie daar één hand omhoog. Oké. Duidelijk. En coalitie 2? Coalitie 2. Oké, ik zie iets meer... En wie denkt van de handen die nu omhoog zijn, wie denkt dat het kabinet coalitie 2 ook gaat komen? Moeilijk. Ja, precies. Daar achter in de zaal. Is ook een vraag. U wil een vraag hebben. Ja, laten we dat doen. Tom Richmond. Goed. Hier is een vraag. Oh, ja, kom maar. Nou, ik heb een klein beetje, ik ben Aan Beudeman, ik heb een klein beetje moeite met de vergelijking die jullie doen van de landelijke verkiezingen en de uitslag in Delft. Want in Delft waren niet de lokale partijen aanwezig bij deze verkiezingen. STIP, Onafhankelijk Delft, Hart voor Delft, en die vertegenwoordigen toch in Delft 13 zetels. Dus je kunt het niet helemaal vergelijken met elkaar. Dank u wel. Een goede nuance erbij, maar we gaan het toch doen. Ja, we gaan het toch doen. Wat? Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar, stel coalitie 1 komt er, wat zou dat voor consequenties hebben voor Delft? Welke thema's gaan dan in Delft onder druk komen te staan? Als ik daarmee mag beginnen, kijk bijvoorbeeld, het afgelopen kabinet heeft met elkaar ervoor gezorgd dat er een klimaatfonds is opgezet. Daar zit, meen ik, Bart corrigeert als het fout is, maar 35 miljard ingestort om klimaatdoelen te behalen. Maar om die klimaatdoelen te behalen is er ook geld gereserveerd. Dus dat Delftse sociale huurwoningen, andere woningen worden geïsoleerd. Zodat mensen een laag gasrekening hebben, zodat mensen minder hoeven te betalen aan de energierekening. Ik kan mij zo voorstellen dat het rechtskabinet, die moet toch geld ergens vandaan halen om hun plannen te financieren. En dat het klimaatfonds, wat als bestemd is als enorm links, dat het klimaatfonds als eerste eruit gaat. En dan zijn mensen hier die in een sociale huurwoning wonen, de dupe. En als ik nog één ding mag toevoegen, want de heer Stoop had het over, ja, maar we moeten luisteren naar wat de heer Wilders wil. Het is ook de heer Wilders die bijvoorbeeld een kopvoldentax heeft voorgesteld in de Tweede Kamer. Dus dat vrouwen met een hoofddoek belasting zouden moeten betalen aan de staat. En dat is gewoon schandalig en dat heeft hij in het verleden gedaan. En dus dat stelt mij ook helemaal niet gerust dat hij in de toekomst van toon zal veranderen. Mals? Ja? Ja, nee, ik zeg net, ja, de verkiezingen zijn geweest, dus zeg maar de
Volgens mij heeft de campagne voeren heeft nu niet zoveel zin meer op dit moment. We hebben vooral te maken met de situatie zoals die is. Ik denk dat, één, er zijn natuurlijk gewoon landelijke effecten. Als er een rechtskabinet komt, dan krijg je meer financiële degelijkheid, krijg je ongetwijfeld streven naar... Ja, nou ja, goed. Ga door. Ik verzin het niet. Wat meer focus op beperken van de instroom. Dat soort zaken. En die gaan Delft natuurlijk ook raken, maar die raken Delft net zo goed als de rest van Nederland. Maar het punt wat ik wilde maken eigenlijk is... En dan kijk naar mezelf, want Hatten van der Woude en ik vertrekken uit de Kamer. We hebben straks geen Delftse Kamerleden meer. En dan maakt het helemaal niet uit of het VVD'ers zijn of ChristenUnie. Ik vind het oprecht jammer dat Joelle niet in de Kamer terecht is gekomen. Ik had die zeven, ik vind ook wat over de uitslag. Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat wij als Delft vertegenwoordigd zijn landelijk. Omdat dat namelijk effect heeft. En dan gaat het over investeringen. Zoals bijvoorbeeld in de infrastructuur of dat soort zaken. En ik denk dat dat veel meer effect heeft dan zeg maar het landelijke beleid waar je eigenlijk als Delft toch niet heel erg veel invloed op hebt. Nee, maar... Alleen geconfronteerd wordt met misschien een, het gemeentefonds wat verandert of dat soort zaken. Ja, maar als we kijken naar het klimaatfonds, het bedrijfsleven om te vergroenen. En ook de VVD heeft zich geconformeerd aan de klimaatdoelen van Parijs. Om te vergroenen is dat fonds nou eenmaal nodig, anders gaat het niet lukken. Hoe kijken jullie daar dan toe, naar als je deel gaat nemen aan een kabinet over rechts? Nou ja, de VVD is een rechtse partij, hè? Dus dat... Jawel, maar we weten dat dus... de grootste partij in Nederland het klimaatfonds door de shredder wil halen. Nee, ja, dat klopt, maar de VVD heeft gecommenteerd, het staat ook in het Fries-programma, aan de klimaatdoelen. Precies zoals je zegt, dat klopt helemaal. Dus er moet op een of andere manier moet daar een oplossing voor gevonden worden. Dus hoe die onderhandelingen eruit gaan zien, dat zullen we nog zien. Ja. Maar het is niet zo dat een rechtskabinet per definitie tegen het klimaat is of zo. Nee. We hebben wel. Kijk, je kan wel zeggen dat een BVV daar... en BBB daar andere gedachten over heeft dan andere bedrijven. Dat klopt. Ik wil even... Ja, precies, even door naar Rinske. Wat voor gevolgen zou een rechtskabinet kunnen? Ja, het klimaat is nu al een paar keer genoemd. Hè. De energietransitie, de snelheid waar ja, juist ook het vorige kabinet echt dingen juist eindelijk op poten heeft gezet om in beweging te krijgen. Ja, daar zitten wel veel zorgen nu op dit moment. Gaan we wel de snelheid en de, ja, ook de middelen die nodig zijn om iedereen ook mee te krijgen, gaan we die ook houden? En ik moet zeggen, we zijn ook wel benieuwd hoe het verder zich ontwikkelt op onderwerpen als armoede, waar echt ook in het vorige kabinet er stappen werden gezet, waar ook wij vanuit GroenLinks dachten op lokaal niveau van ja, nu gaan we in beweging komen en dat is nu gevallen en nou ja, dat ligt in ieder geval nu voor een jaar stil. Ja, maar Geert Wilders is wel iemand die opkomt voor de arme mensen. Ja, zeker, maar geen helderheid in welke kant hij dat wil aanpakken. En hoe die dat wel in beweging wil krijgen. Ja, ik snap dat wel, dat u daar nog een helderheid hebt. Dat is 2 dagen geleden op de verkiezingen gewonnen. Maar ik denk zelf wat ik ervoor vertel, ja, dat klimaatfonds, denk ik. Maar ja, hij zal ook niet ontkennen tot we klimaatverandering te maken hebben. Want dat zou natuurlijk helemaal dom zijn. Maar die is er gewoon. Ja. Denk op de manier waarop... Volgens mij doet hij dat wel. Ja, dat doet hij dan wel. Maar je moet ook kijken naar de ambities die men heeft. En hij is het gewoon niet mee eens met de ambities, omdat die gewoon peperduur zijn. En daar overal wordt voorrang aan gegeven. En het is ook de uitslag. Kijk, het is een heel simpel verhaal. Tenminste, zo zit ik erin. Het gaat er niet om wat je zegt, maar het gaat er om hoe breng je de boodschap over. En hoe landt die bij de burgers. Ik wil even weten welke gunstige effecten zien jullie vanuit Hart voor Delft met de komst van een rechtskabinet. Nou, dan laat ik het zo zeggen, rechtskabinet. Het gunstigste wat ik vind nu, dat ik hoop dat ze nu eens een keer echt wakker geschud zijn. We hebben eerst Fortuyn gehad en nu komt Wilders en die komt dan met een donderslag terug. En omdat men het gevoel had, we gaan nu gewoon verder op de oude voet, want dat is het. Hè? En daar zitten veel mensen mee, want 85% van de stemmen van Wilders dat ging over het integratiebeleid waarvoor ze ook gestemd hebben. Ja, en dan moet je daar rekening mee houden. Ik vind dus van wel. En dan kan je aan mij vragen, wat vind jij ervan dan? Conformeer jij eigenlijk aan Wilders? Zeg dat dan eens. Nee. Maar hij zegt ook dingen die waar zijn. Dat zegt Timmermans ook. Hij krijgt achteraf een hoop dingen gelijk.
Ja, maar zeg dat dan ook. Er zijn ook goede dingen. Maar waar we ons op zitten te focussen, is het negatieve. Okay. Dat vind ik wel een beetje... Ja, wij gaan naar de zaal. Julia. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen uit de zaal vragen hebben over wat gaat dit voor gevolgen hebben voor Delft. Of een andere vraag. Ik zie daar meneer... Ja. Tom is al onderweg. Goed zo, Tom. Lekker bezig. Hoi, ik ben als jullie Wachtman van DOC, dus welkom allemaal in Open. Wat ik misschien wel zorgwekkend vind is, laat ik eerst beginnen met dat ik hoop dat we, zeker Delft, en ik ben een nieuweling in Delft, wat ik zie is dat er heel goed samengewerkt wordt en dat we dat goed bewaken, die verbinding met elkaar blijven zoeken, maar waar ik me zorgen om zou maken, is om cultuur in Delft. Maar gisteren was de presentatie, en daar heb ik maar even zin, presentatie van de hele cultuursector aan de raadsleden. Ik zie hier verschillende mensen die erbij waren. Cultuur in Delft heeft het in grote mate al best wel zwaar. En daar zou ik me echt zorgen over maken met de nieuwe regering. Wat gebeurt er terwijl we er al... Ja, er is al nog heel veel juist ontwikkeling in Delft. Dus hoe kijken jullie daarnaar? Ja, ik wil daar even kort iets over zeggen. Eén zin. Kijk, Geert Wilders heeft jarenlang cultuur als linkse hobby geframed. En vanochtend toen de heer Bosma ook van de PVV werd gefilmd, zei hij het eerste wat we gaan doen is de NPO afschaffen. Het cultuur en... Dat is ook niet goed voor om in Delft. Nee, dat wilde ik net zeggen. Ik ben echt benieuwd in hoeverre PV woorden gaat nakomen die ze afgelopen 10, 15 jaar hebben genoemd. Dat bestempelen van mediafonds, het bestempelen van cultuurfonds als linkse hobby's. Of ze dat dan niet als eerste gaan afschaffen. Dus ik ben helemaal eens met de heer Matteman. Ik maak me daar ook enorm veel zorgen over. Vooral als het gaat om Delft, waar we al cultuurachterstanden hebben. Dat gaat met de rechtskabinet niet verbeteren. Sterker nog, we lopen het risico dat het verder achteruit zal gaan. Oké, ik kijk nog even. Er is nog een vraag achteruit, bovenaan, achteraan. Ik had een vraag voor Bram, of eigenlijk een opmerking. Ik denk dat je op zich gelijk hebt als je zegt dat we eerst moeten luisteren wat Wilders zegt. Alleen waar ik heel bang voor ben, is dat een heleboel mensen in de maatschappij deze uitspraak gaan zien als een legitimatie om moslims te gaan bashen of om zoiets. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik snap een beetje wat je bedoelt. Maar als je nu kijkt, hè, wat je zegt, hè, dat kan. Maar als je nu kijkt naar de uitslag van de verkiezingen, tot de mensen de straat op gaan, om te benadrukken tot wij zijn er voor elkaar, wat voor beeld ben je dan aan het scheppen? Alsof we morgen gedeputeerd worden of zoiets. Ja. Dat iets verschrikkelijks is gebeurd, tot Wilders nou de verkiezingen heeft gewonnen. Maar laten we niet vergeten, de vorige verkiezingen stond mevrouw Kaag op de tafel te dansen. En toen heeft ze gezegd, de burger heeft gesproken. En toen zijn ze doorgegaan, zoals het kabinet is gevormd. En toen zijn ze doorgegaan waar ze mee door zijn gegaan. En nu blijkt... Dus ja, of ze poten zijn onder die tafel of die toe vandaag staan, dat maakt verder eens niet uit. Maar nu blijkt, tot ze het op een of andere manier niet de boodschap over hebben kunnen brengen naar de Nederlanders, dus zeg ik met name naar de Nederlanders, wat tot gevolg heeft gehad, tot ze nu een keuze hebben gemaakt. En dat moet je gewoon respecteren. Zo zit ik erin. Okay, nog eventjes, misschien net van dat punt van de cultuur, hè? Een belangrijk punt. Nou ja, als de VVD straks toetreedt tot dat rechtse kabinet, zij het gedoog. Wat betekent dat voor de cultuur? Gaan jullie de cultuur dan nog een beetje beschermen tegen de aanslag die de PVV voor ogen heeft? Ja, ik denk, volgens mij stond niet in het verkiezingsprogramma dat de NPO afgeschaft moet worden. Niet in het verkiezingsprogramma van de VVD in ieder geval. Overigens is er wel onlangs... cultuur beschermen in het kabinet. Overigens is er onlangs wel extra geld vrijgemaakt voor juist regionale omroepen. Maar ik ben geen woord voor de cultuur, maar volgens mij zelfs onder leiding van de VVD, of in ieder geval luide aanmoediging. Maar dat zou een stuk minder kunnen worden onder het rechtskabinet te beschermen. Ja, maar kijk, nogmaals, hè, want de VVD is niet in de lead in dit geval meer hierop. Maar het speelt wel een cruciale rol, hè? Zonder VVD lukt het niet. Ja, nou ja, kijk, en VVD heeft in het verleden natuurlijk wel dingen over cultuur gezegd. Ik weet nog heel goed dat Halbe Zijlstra door de cultuursector verguisd werd. Ik heb overigens zelf ook veel mensen uit de cultuursector daarna gesproken die zeiden, nou, het was eigenlijk ook wel weer heel goed om de boel op te schudden en te kijken dat men nadenkt over de toegevoegde waarde en vooral ook probeert om het geld wat beschikbaar is zo efficiënt en zo goed mogelijk in te zetten om zoveel mogelijk mensen te krijgen. Krijg je een hele discussie over, hè? Wat is dan hoop cultuur, volkscultuur, etc. Een beetje afronding komen. Afronding. Ik denk dat als de VVD het voor het zeggen zou hebben,
dat inderdaad meer ruimte is voor cultuur die ook voor iedereen geldt. In plaats van zeg maar alleen maar voor mensen zoals ik zou bijna zeggen, want ik ben niet genoeg in Nederland. Simon Rinske ook nog heel even kort, ja. Heel kort. En dan ronden we af. Als het gaat om cultuur, ja, daar zijn we op Delft niveau natuurlijk al flink aan het trekken om te zorgen dat daar juist wel genoeg middelen is om de basis op orde te houden. Ja, u heeft ook de toespraak van de heer Waterman kennelijk gehoord. Ja, nee. Wel ter harte genomen? Zeker ter harte genomen, okay. En daar zullen we voor blijven strijden. Oké, okay, nou dan weten we dat. Wij zijn alweer aan het einde gekomen van deze bespreking, maar we gaan ongetwijfeld na de uitzending net zo hartelijk door met elkaar. Ja, Bram Stoke is al aan de borrel begonnen, in ieder geval aan de borrelhapjes. Heel goed. Wij gaan onze gasten bedanken. Precies, mag ik een hartelijk applaus voor Simon Marion, Bram Stoke. We gaan afsluiten wederom met muziek van Olmo van der Mast. En Olmo is een geëngageerde singer-songwriter, zullen we maar zeggen. Hij zal zelf ongetwijfeld vertellen welk lied hij nu gaat spelen. Olmo van der Mast. Ja, het woord is al gevallen, klimaat. Dat is waar dit lied over gaat. Het is een nieuwe song, dus de eerste keer dat ik hem... live doen voor mensen is altijd spannend. Ik heb het lied niet geschreven uit mijn eigen perspectief, maar ik heb het proberen in te leven in onze aarde. Dus dit is een lied waarin de aarde ons toespreekt. En het heet What's Killing You? Stupid or just unaware, there's so much to do, yet you don't do a thing.
Onno van der Mas voor je prachtige muziek. Zijn LP komt eraan en ook volgend jaar natuurlijk te horen op Spotify. Wij zijn hier klaar bij de Staat van Delft. Dank u wel voor uw aandacht, dank u wel voor uw vragen. Blijf het in de gaten houden. Wij zijn met de Staat van Delft terug op 26 januari hier weer op dezelfde plaats. In Open. En we zijn natuurlijk ontzettend dankbaar aan Open dat zij deze ruimte beschikbaar stellen. En we zijn dankbaar aan het Mediafonds voor het mogelijk maken van deze uitzending. Wel thuis, dank u wel. Dank u wel. Ja. Hey, lekker.